Goedemorgen, Paas is weer achter de rug. Uh, lekker thuis in de tuin gewerkt enzovoort. Nu uh, moeten we weer aan de gang. Uh, Local to Local had een hele mooie actie uh, voorbereid voor ons. Uh, support your locals. Dat uh, is natuurlijk wel heel belangrijk in uh, deze tijd. Uh, nou ja, in ieder geval, je kan de bestelling uh, je achter mij uh, zien. Bijna 1200 uh, flessen van het Utrechtse Supersap. sap. Uh, ja, normaal uh, uh, wordt dat uh, gedronken in de uh, ja, heel veel gedronken in de horeca, maar ja, de horeca is nu uh, dicht. Uh, nou, local to local uh, het is een hele leuke actie uh, opgezet, dat mensen nu ook uh, thuis uh, kunnen genieten van het sap. En dat is wel, uh, ja, wel goed aangeslagen. Dus dat is ook wel weer heel, heel positief dat, uh, dat iedereen uh, ja, toch wel nadenkt over lokaal uh, eten. Uh, ook heel veel studenten hebben gereageerd uh, uh, om mij te, te, te komen helpen straks met het Oostseizoen. Uh, dus ja, het is eigenlijk allemaal wel, uh, wel uh, ja, zelfs, zelfs mensen belden op van, joh, William, uh, willen je gratis wel komen helpen? Dus dat is, dat is helemaal uh, bizar. Dus uh, ja, ik vind het eigenlijk wel, uh, wel echt heel, heel gaaf de, hoe, dat, uh, hoe toch nu iedereen uh, rekening met elkaar houdt en, en toch wel... Ja, toch ook wel nadenkt van, van wat gaan we eten, uh, waar komt het eten vandaan? Uh, uh, proberen zoveel mogelijk lokaal te eten. Dus, dus uh, ja. aan de ene kant, het is natuurlijk vreselijk, de coronacrisis, maar laten we hopen dat het ook iets uh, goeds springt.